is Flevoland. Het gesprek. Vandaag met... Job Fakkeldij, als wethouder van Lelystad en als gedeputeerde van Flevoland... heeft zich altijd hard gemaakt voor een volwaardige luchthaven, Lelystad Airport. Meneer Fakkeldij, goedemorgen. Goedemorgen. Bent u een beetje bekomen van de schrik, nu door die motie van de Partij voor de Dieren is gebleken... dat de meerderheid van de Tweede Kamer geen volwaardige luchthaven wil, althans geen commerciële luchtvaart daar? Nou ja, in een dag wen je een beetje aan het idee, maar echt bekomen van de schrik eigenlijk nog niet, want ik heb hem niet zien aankomen. Nee hè, echt verbaasd. Iedereen was verbaasd hè? Ja, het was ook een merkwaardige manoeuvre. Dat was een soort motie naar aanleiding van ooit een discussie over klimaat. En dat hing nog kennelijk. Achteraf begreep ik dat ze al heel lang ermee bezig waren achter de schermen. En kennelijk heeft de Partij van de Dieren nu geroken. Nou, we hebben nu een meerderheid, we gooien hem erin. Ja, maar het onderwerp was controversieel verklaard. Is het dan niet gek dat de Kamer daar toch via motie het weer over gaat hebben en over gaat stemmen? Ja. Gek is zeker. Ik vind het ook een beetje onbeleefd. Want je loopt wel de formatie voor de voeten. Technisch kan het natuurlijk, hè? Want er zit een nieuwe Kamer. Het kabinet is nog het oude kabinet. En met controversieel verklaren zeg je tegen het kabinet... we willen niet dat u hier wat aan doet. U moet wachten op het nieuwe kabinet. Ja, alleen wat ze nu doen is daar een opdracht overheen geven. Overigens, we vinden dat u met voorstellen moet komen om. Dat kan natuurlijk eigenlijk niet. Dus terecht heeft Harbers ook gezegd, de minister, hè? Van ja, nou, weet je, allemaal goed, maar dat is voor een opvolger. Ja, nou heeft Annemarie Jorritsma net gezegd, nou, de soep zal wel niet zo heet worden gegeten als die wordt opgediend. Denk dat het nog wel los gaat lopen en dat het wel goed komt. Deelt u haar mening? Ik hoop het heel erg, maar er ligt natuurlijk wel in de huidige Kamer een signaal. Er is gewoon geen meerderheid voor. Ja, nou kan er met coalitieonderhandelingen van alles gebeuren achter de schermen, weten wij ook niet. Maar het was wel makkelijker geweest als dit signaal dan niet gelegen had. Want als nu zeg maar er wel een oplossing komt, een voorstel komt, dan moet u publiekelijk, in ieder geval NSC, en die is daar meestal niet zo erg voor, en ook BBB terugkomen op een hierin genomen standpunt. Dat maakt het wel lastiger. Ja, dan moeten ze nog heel wat kopjes koffie drinken met z'n vieren bij de formateur Ronald Plasterk dus. Ja, waarbij ik denk dat eerlijk gezegd in de ogen van die partijen er grotere problemen zijn dan Lelystad Airport waar ze het over eens moeten worden. Dus u zegt, daar gaan ze de vingers verder niet aan branden. Dit is het. Er komt geen volwaardig Lelystad Airport. Dat weet ik niet. Want er is nu wel een motie aangenomen. Maar dan moet de nieuwe minister moet daar dan kijken op wat voor manier die daar invulling aan geeft. Ja, dat is natuurlijk nog niet eenvoudig klaar. Want die motie kent twee elementen. Element 1 is niet openen voor commercieel handelsverkeer, zoals dat heet. En element 2 is, ga nou wel in gesprek met de regio. Hoe we dan kunnen zorgen dat er toch een maatschappelijke investering plaatsvindt. Ja, ja, want dat is makkelijker. U heeft zich daar altijd hard voor gemaakt. We willen werk hier in Flevoland en dat Zeker. Kan met een vliegveld. Zeker. Maar als er nou op een andere manier heel veel werk naar Flevoland komt door deel 2 van die motie. Nou, ja, nu dan schelen als de mensen maar aan het werk en niet elke dag in de file in Amsterdam moeten staan. Op zich is dat waar, maar dan moet je iets doen wat echt het vestigingsklimaat versterkt. Ja, ik ben wel nieuwsgierig waar je dan aan zou kunnen denken. Want dan heb je niet over één bedrijf dat deze kant op komt. En wat ook de oplossing niet is, nou, we zeggen tegen een Rijksdienst, komt u maar hierheen. Dat levert zoveel werkgelegenheid op. Je moet iets doen voor zeg maar echt de werkgelegenheidsstructuur, het vestigingsklimaat in Flevoland. Nou, ik heb het toch niet verzonnen, maar ik ben benieuwd waar ze mee komen. Voor hetzelfde geld komen ze nog even helemaal nergens mee. En heeft Annemarie Jorritsma in die zin gelijk. Ja, naarmate het langer duurt, kan het ook zomaar zijn dat zich een nieuwe wereld aandient of nieuwe mogelijkheden. Je weet het niet. Nee. Kijk, een van de dingen die in het verleden wel eens geroepen zijn is, je moet Schiphol ontlasten. Dat is een van de doelen waarvoor al heel lang geleden dit besluit genomen is. Ja. Want dat vergeten mensen wel. Ja, Schiphol is ook eigenaar van hier. Schiphol is ook eigenaar. Ja. Maar het was niet het idee hier in de regio dat die luchthaven moest groeien. Dat was een opdracht om de groei van Schiphol te ontlasten. De Alderstafel, voor de goede verstaander. Ja, lang geleden. Die is erover na gaan denken. Die kwam met deze oplossing. En als regio hebben we toen gezegd, daar willen we aan meewerken onder voorwaarden. Die voorwaarden zijn toen ook ingewisseld. Nou, dat probleem is nog steeds niet weg. Dus ja, als je dan geen vakantievluchten verplaatst, misschien moet je dan wat anders verplaatsen. Nou, Defensie schijnt interesse te hebben. Hè? Die zit natuurlijk op zoek naar plek voor jachtvliegers. Zou dat een optie zijn?
Nou, dat lijkt me heel sterk. Want volgens mij moet je dan heel andere voorwaarden voldoen. En vergis je niet, Lelystad Airport is een volwaardig functionerende luchthaven. Voor corona was de tweede luchthaven van Nederland als het gaat over starts en landingen. Dus je moet niet net doen of van nou niks gebeurt. Er gebeurt al van alles en dat moet je dan ook ergens laten. Dan kun je beter denken aan, op Schiphol-Oost zitten al die onderhoudsbedrijven. En daar zitten nu heel veel kleinere vliegtuigen. Misschien moet je wel ruimte op Schiphol maken door die te verplaatsen. Of misschien is het woord vakantievlucht besmet en moet je andere vluchten overplaatsen. Maar het belangrijkste is dat je naar Lelystad Airport kijkt als, ik zou bijna zeggen, zevende baan van Schiphol. En eigenlijk vind ik wat het kabinet zou moeten doen is tegen Schiphol zeggen, we maken met jullie afspraken over krimp, want dat is toch gewoon wat de politieke lijn is. We gaan ons niet bemoeien wat je op welke baan, op welk veld doet, weet je wat. Regel gewoon op die zevende baan die het wel geleden dat wordt wel daar qua bedrijfsvoering handig en netjes voor. Ja, maar er zit hier toch weer een beetje een luchthaven naar Flevoland te praten en de Kamer zegt dat gaan we niet doen. En al heel lang zag je toch hier en daar de tegenstand wat toenemen. Je zag partijen, zag je van kleur veranderen ten aanzien van dat onderwerp, dat zag je toch al een beetje aankomen? Zeker. Alleen, dat was gebaseerd op het feit dat Lelystad Airport in eerste instantie bedoeld was voor de groei van de luchtvaart. Ja, ja, ja. En inmiddels, en die groei is, het wordt krimp op Schiphol, dus dan is dat Lelystad toch niet meer zo hard nodig? Nou ja, wat daar Schiphol zelf over zegt is, juist in een krimpscenario om bijvoorbeeld nachtvluchten om te kunnen zetten naar vluchten overdag, daar hebben we op Schiphol geen ruimte voor. Okay. Een van de scenario's die ze hebben is, we willen nachtvluchten willen we terugbrengen. Ja, we moeten wel die vliegtuigbeweging hebben, want mensen willen blijven vliegen. Dus dan heb je eigenlijk Lelystad nodig om dat een beetje verstandig te kunnen doen. Dus u zegt eigenlijk, de Kamer heeft een dom besluit genomen, trek die motie terug voor de nachtrust voor de mensen rondom Schiphol. Ja, dat is een van de dingen waar al heel lang over gesproken wordt. Maar de Kamer zit nog een beetje in het oude frame, hè. We willen niet de groei van de luchtvaart, dus Lelystad Airport niet. Die twee dingen hoeven helemaal niet per se aan elkaar gekoppeld te zijn. Ja, maar u zit ook een beetje in een oud frame. Ik hoor u niet met een fris idee komen van, nou weet je wat, we gaan daar een woonwijk van maken. Of Oekraïners, of asielzoekers, of weet ik veel. U blijft maar in dat vliegveld denken. Nou ja, wat ik belangrijk vind, is dat er een investering plaatsvindt in de infrastructuur, de economische infrastructuur voor Flevoland. Dat is niet alleen voor Lelystad, dat is voor heel Flevoland. Dat het vestigingsklimaat versterkt wordt. Dat doe je niet door daar een woonwijk te bouwen. Als je dan die luchthaven niet wil, dan moet je dus kennelijk iets anders verzinnen. Die opdracht hebben ze ook. Ja, dan is het even aan het kabinet om daar iets creatiefs op te verzinnen. Ik ben heel nieuwsgierig, want juist die economische infrastructuur, die is van belang om te voorkomen dat al die mensen de polder uitrijden en elders gaan werken. Nou ja, goed. Dan zeg ik nogmaals inderdaad, een woonwijk. Ja, en wat voegt dat toe aan de economie? Nou, die mensen komen hier toch wonen? Die gaan toch geld uitgeven? Zeker. Maar we hebben heel veel plaatsen in Flevoland waar mensen kunnen wonen. Daar is ook een plan voor om enorme groei van Flevoland te accommoderen. Maar die mensen die hier komen wonen, moeten ook werken. En die wil je dat ze in Flevoland werken. En niet dat ze elke keer in de file naar Schiphol staan. Een van de grootste werkgevers in de regio. Je wil die werkgelegenheid hierheen trekken. En je wil dus ook dat die mensen die hier komen wonen, die veel meer mensen die in Dronten en Lelystad en Almere die komen wonen, hier kunnen werken. Daar heb je echt werkgelegenheid voor nodig. Daar speelt die luchthaven economisch een belangrijke rol in. Als je dan die luchthaven dan niet voor wil, dan ben ik nieuwsgierig wat je dan wel wil. Ja, ja, ja. We spreken met een oud-gedeputeerde, een oud-wethouder die daar jarenlang zijn inzet voor heeft betoond. Dat doet u nu niet meer, maar ik vraag me af als ik u zo hoor, bent u beschikbaar als lobbyist? Altijd. Er zijn ook heel veel mensen die dat prima zelf kunnen. Ook mijn opvolgers, die zitten volgens mij goed in de wedstrijd, zowel in Lelystad als in Flevoland. Die hebben mij daar niet voor nodig. Oké. Okay. Job Fokkerdij, dank voor dit gesprek.